ben Maurice Jongerius en ik ben bij Bol.com verantwoordelijk voor mobiel. Functie van manager mobile. En dat bevat eigenlijk alles waar mobiel onze bedrijfsvoering raakt. Dus mobiele websites, apps, integraties met andere partijen. Dat is waar ik mij dagelijks mee bezig hou. Oké. Nou, we zijn op het congres dit jaar bij Reinventing Retail. Wat draagt uw organisatie bij aan het opnieuw uitvinden van de retail? En wat zijn jullie innovaties daarin? Ja, ik denk dat wij natuurlijk eigenlijk pas redelijk jong zijn in retail. We bestaan zo'n 15 jaar. We hebben toch wel zeg maar, de verschuiving naar online vanaf het begin mee kunnen maken. En ik denk ook dat we daar een van de partijen zijn geweest die daar mede versnelling in hebben gebracht. En wat je ziet is dat wij vooral geloven in de kracht van een netwerk. Dus dat we eigenlijk met samenwerkingen met andere partijen, nu ook tegenwoordig onder de vlag van Ahold met de Albert Heijn supermarkt, de Ethos winkels, Gal en Gal. En dat we merken dat we toch online ook naar offline kunnen brengen. Met afhaalpunten, door gezamenlijke acties in de markt te zetten. En ik denk dat die combinatie van een online pure player nu samen met een traditionele speler, met een enorme footprint in de Nederlandse samenleving, dat wel echt een toevoeging is aan het retaillandschap. Oké. Okay. En we zijn hier in de Amsterdam Arena. Where retail champions rise. Welke retailer is volgens u absolute kampioen? Waarom is dat dan een beetje? Ja, dat is wel echt een lastige vraag, want er zijn zoveel partijen die iets heel goed doen. Het gekke is dat ik zelf al voordat wij bij Ahold kwamen, dat ik al heel erg gecharmeerd was van bijvoorbeeld een Albert Heijn. Hè? Hoe zij met loyalty, Appie app, bonuskaart, hoe zij daar eigenlijk de trend hebben gezet voor hoe een bedrijf zijn klanten centraal stelt in de winkel, maar ook thuis via verschillende platforms. Ik denk dat wel echt voor ons een inspirerend voorbeeld is, wat tegelijkertijd ook ineens heel erg dicht bij huis is. En dat is ontzettend leuk om daar ook samen mee op te trekken. Okay. En de toekomst van de Nederlandse retail, enige idee hoe die er een beetje uit gaat zien en hoe dan e-commerce en mobile daar bijvoorbeeld een toepassing kunnen zijn? Ik word er vooral heel enthousiast van, omdat de dingen waar ik mee bezig ben, mobile, ontzettend groot gaan worden. En je merkt het vandaag ook, mobile is een centraal thema, ook binnen de gewone retail sessies. Dus ook al was er een losse bootcamp, alle andere sessies noemden ook mobile. En voor mij is dat wat de toekomst gaat brengen. Het feit dat online winkelen en offline winkelen volledig samen gaat komen door gepersonaliseerde ervaringen. Waar de smartphone de absolute enabler is. Dat is echt waar ik naar uitkijk. En waar wij ook denk ik een hele belangrijke rol in willen spelen. En waar we ook vol focus op gaan zetten de komende jaren.